Goedenavond. 13 jaar is hij. De jongen die vanmiddag is opgepakt in Den Bosch. Hij zou zijn moeder hebben neergestoken. Zij raakte zwaar gewond. Mannen in witte pakken. Volop politieonderzoek aan het Hinthamerbolwerk in Den Bosch. Daar werd de vrouw gevonden, in haar appartement. Ze is naar het ziekenhuis gebracht in Nijmegen en de jongen is dus opgepakt. We gaan gauw naar Den Bosch, naar verslaggever Raymond Merks. Want Raymond, wat weet jij inmiddels meer over wat daar is gebeurd? In de buurt gaat het verhaal dat er zich echt iets tragisch heeft afgespeeld. Er zijn drie buurtbewoners, hebben gegil gehoord, zijn naar boven gerend, naar de woonkamer. En zij zagen een 13-jarig jongen op zijn moeder zitten met een mes. En die drie buurtbewoners hebben ingegrepen, hebben dat mes afgepakt, die jongen van zijn moeder afgetrokken. En vervolgens hebben zij geprobeerd het bloeden te stoppen met handdoeken. Ja, heel heldhaftig allemaal wat daar gebeurt door die buurtbewoners, Raymond. Je hebt dus met mensen gesproken. Wat kunnen ze jou vertellen over die vrouw die nu dus zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht? En ze zeggen dat het een heel vriendelijke vrouw is, dat ze er ook pas heel kort woonde. Maar wat wel opvalt is dat ze een duidelijk probleemverleden heeft gehad, hoor. Luister maar mee naar deze buurtbewoner. Ze is bedreigd geweest, dat weet ik niet. Ik ken helemaal geen details. Dus ik weet alleen, ze heeft niet van niks in het vrouwenhuis gezeten, de maatschappelijke opvang. En ze had eindelijk dat ze op het eigen kon wonen. Ze had heel lang gezeten in dat huis. En dan was ze blij dat ze eindelijk een woningje had en dat ze haar eigen leventje op kon bouwen. Ja, al dus een van de buurtbewoners. We zagen net op de beelden al politieonderzoek nog in volle gang. Raymond, een jonge verdachte is opgepakt. Hoe gaat dat dan nu verder? De jongen die is nog in ieder geval opgepakt en daar moet nog heel veel onderzoek worden gedaan wat nou precies is gebeurd. Er zijn wel zijn juist twee mensen teruggekomen van het bureau. Dat waren die twee mensen die dus daadwerkelijk ingegrepen hebben. Die zijn verhoord door de politie en zijn inmiddels weer thuis. Dus er is nog volop onderzoek, nog even afwachten natuurlijk wat daar uitkomt. Oké, dank voor je uitleg nu, Raymond in Den Bosch.